begrepen dat je altijd heel stil moet zijn in de bibliotheek. Heel stil na het intro. Okay, people, let's go to work. Zie je het ook voor je dat als je dan in zo'n bibliotheek roept... Niet dan meer! Hoe kan... Ik kan toch geen schietpartij beginnen in een bibliotheek waar mensen rustig een blaadje of een roddelblaadje lopen te lezen? Burn a book, save a tree. Verbrand een boek en red een boom. Er zijn weer van die gasten die we... Oh man. Oké, okay, nou, ik ga dus zoeken naar... Waar moet ik... Ik weet niet eens wat ik moet... Ik deed niks. Hij geldt gewoon omdat hij gewoon niet normaal is. Ik ga eens kijken. Waar gaan we heen? We gaan naar de bookstore. We gaan eens even door deze deur. Nee, ik druk elke keer op E. Maar dat is niet goed. Ik moet gewoon tegenaan lopen. Hallo. Hallo iedereen. Ik zoek Gary waarschijnlijk. Gary is namelijk... ik heb een handtekening van hem nodig. Hij houdt een boekensessie. Is het hier zo? Ja, dit is een signeersessie. Oh, ik kan niet wachten. Mevrouw, gaat u nou in de rij staan of... Weg. Opzouten. Goed zo. Oké, okay, lopen, lopen, lopen. Er staat een hele rij voor die. Ik weet niet of ik hier in de rij moet staan. Ik denk het wel. Kick me. Hij heeft ook echt een bordje met kick me. Ik weet niet of ik hier moet zijn. Ik heb het gevoel dat ik dit niet goed doe. Return boek. Jawel, ik moet mijn boek returnen. Yes. Ik moet mijn boek inleveren. Maar ik weet niet of het in de Dropbox kan of dat ik echt in de lijn moet staan. Wacht even, kan ik niet hier gewoon... Press X to toss the book into the slot. Oké, ik weet niet, heb ik mijn boek ergens? Nee, ik heb mijn boek niet. Hier staan gewoon twee dezelfde textures. Waarom hebben ze de moeite niet genomen om wat andere verschillende boeken daarin te zetten? Nu zijn allebei twee van die foto's ingeplakt. Heel goed, Postel. Schiet nou eens op. $40. Fuck you. I'm sorry. Ik moet toch inleveren mijn boek? Oké. Okay. Yes, het is gelukt! I hope the bitch appreciates the trouble I went to. Voor $40. Dus ik ben nu $40 kwijt. Wat gaat gebeuren? Elke keer als ik iets doe, een missie volbreng, gebeurt er iets vreselijks. Finally, it's about time you showed up. Sorry I'm late. Somebody blew up my car. Let's burn some books. Oh shit, ze gaan echt die boeken verbranden en ik zit nog in die bibliotheek. Damn, dit gaat niet goed. Oh fuck. Holy crap, kijk die mensen. Uh-oh. En ik zit midden in... Oké. Okay. Ik weet niet... Die vrouw is ook al weg. Ik durf hier bijna niet uit te gaan. Oh, het valt mee. Oh. Bitch, please. Oh, la, 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 la. Is ze dood? Ik weet niet. Is ze dood? Ik wacht gewoon. Oh, la, la, la. Ga dood! Why you don't just die? Ik wil een shotgun pakken, die is sterker. 11 kogels. Oké, okay, nu moet ik gaan uitkijken voor bad guys. En het fikt volgens mij aardig al. Wat is hier zo? Holy crap. Oeh! Ga dood! Ga dood! Waarom zijn die zo moeilijk dood te gaan, die gasten? Ze zijn echt moeilijk dood te gaan maken. Kijk dat shotgun kogels. Kijk hoeveel ze nodig hebben. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Zoveel kogels. Holy crap. Hoe kom ik hier vandaan? Kom maar. Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Maak je dood, jongen. Ik zie het vuur de boeken niet meer, zeg maar.
Ik denk dat we hier naartoe worden gestuurd. We kunnen twee kanten op. Wat ik niet vertrouw. Bin Laden. Bin Laden is terug hier. Oké. Okay. Boek laden. Ik denk dat ik hier gewoon... Moet ik hier overheen springen? Dan ga ik toch spontaan dood. Ik kan hier ook gewoon niet overheen springen. Moet ik hierheen? Liep je gewoon dood? Snap je niks van? Is hier een geheime code? Porn? Zit hier porno? Oké. Wat is daar dan? Bomb guides en terrorist handbooks. Oh, vandaar. Terroristenboeken. Holy crap. Ik denk dat dit de bedoeling is van alles. Er ligt wel een stuk pizza, wat ik eigenlijk best wel lekker vind. Ik heb net gegeten, ik weet het. Kom op, ik wil een stuk pizza. Wie wil het niet? Let me... Oké, we gaan gewoon door het vuur. Maak het uit. Ik heb een stuk pizza, maakt niet uit. Ontsnappen uit een bejaardentehuis is moeilijk, maar dit wordt nog pittiger. Ontsnappen uit een afgefikte bibliotheek. Dat is toch geen missie meer? Die! Daar kunnen we niet doorheen. Daar ook niet. Pizza eten! Zijn we eruit? We did it! Can we all just get along? Guess not. Boekprotestors, daar moeten we ook voor uitkijken dus. Helaas. Save a tree, burn a book. Oké, daar gaan we voor uitkijken dus voor... we hebben een aantal mensen die gewoon onze vijanden zijn in de game. We zijn eindelijk uit de brandende library. We gaan nu richting Gary in the Mall. En hoe komen we daar? We moeten echt helemaal omlopen. We kunnen misschien via de clinic naar de train, over dat treinspoor. Als het kan, ik weet niet, we kunnen het proberen. Maar ik weet niet hoe ver dat lopen is. Ik denk niet dat het gaat lukken. Ik denk dat we gewoon netjes het pad moeten volgen en dat we zo dan er komen. Zeker weten. Hallo meneer! Zeg vooral regen dag! Op deze mooie dag! Miep, 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 miep. En we gaan richting de church. Ja, we hier naar doorlopen. Mooi zo, we komen er wel. Ik heb eerlijk glas drinken bij me, het komt altijd goed. Dit is serieus het renniveau, hè? Dit. Dit is het snelste wat je kan doen. Corporate Center. Chicken McQueen. We gaan denk ik hier oversteken. Over de brug. Ik weet niet of we goed gaan. Ik denk het gewoon niet. Terug. Holy fuck, wat is hier gebeurd? Oh, die kat ook. Ik zit met zijn reet in mijn shotgun. Oh, dat geluid is zo leuk. Ik wil gewoon zo... Ik wil het nog een keer horen, Daak. Klinkt een beetje sadistisch, maar ach, maak het uit. Het is maar een spelletje, hè? Paradise Mall. Oké, okay, dat is cool. Ik ga gewoon hier naar binnen. Hier moet ik naar binnen. Gary Coleman. Ah, dat is een bekend gezicht. Ik weet niet. Het is een bekend gezicht. Is het niet die van Jackson 5? ABC. It's nothing but 1, 2, 3. Bent u die meneer? Nee, hij is donker. Ik denk dat hij ergens in het midden staat. Oh, daar staat hij. Geniaal. Hallo, ik ben de handtekening. Hallo. Oké,
Oké, ik wil in de rij staan. Waarom moet je bij alle missies in de rij staan? Echt bij iedereen. Voor mijn geld moet ik in de rij staan. Voor overal in de rij. Dat is ook wel logisch op zich. Maar ja. We moeten dus gewoon eventjes wachten. Overal van die rare fotootjes van hem hangen op. Oh! Nee, die wil ik niet pakken! Ik wil die niet pakken! Wacht maar, ik ga ze schieten. Zal ik ze schieten? Oké, kom maar. Kom maar! Kom dan, hè? Waarom gaat hij niet dood? Hij gaat toch niet dood? Hij gaat gewoon niet dood! Je gaat niet dood, waarom gaat hij niet dood? Yes! Yeah! Ik heb zo'n autograph! Zo kan je ook namelijk een... iets hebben wat je wilt. Als je maar... grof geweld toont. Dag meneer de agent, ik doe niks. Zo, en ik ga weer netjes weg. Book sales. Oh, ik zit weer in een library. Employers only. Daar ben ik één van. Wat hebben we hier? Oh, hier kon je ook dingen vinden, joh. Sensor, hier kon je ook zijn... Oh, sorry mevrouw. Hoe kom ik hier weg? Hoe kom ik uit deze toestand? Ik moet echt snel weg. Paradise Mall exit. Even kijken, welke kant moest op? Moest richting de church. Dus ik kan beter de andere kant op, dat ik uitkom bij de church. Dat is wel heel slim, hè? Ik ga het gewoon doen. Let op. Dus. Hier zal ook een exit zijn, of niet? Ik weet het niet. Ik ben hier serieus nog nooit geweest. Ja, vroeger heb ik het spel ooit gespeeld, maar ik weet bij god niet meer waar ik naartoe moet. Oh, heel veel politie hier. Hallo meneer, hallo. Hier lopen mensen ook gewoon met wapens hier rond. En waar is een exit, jongens? Ik hoop dat daar een exit is. Paradise Mall. Ik hoop dat hier de exit is, want er loopt voor mij weer politie achter me aan. Nee, maar dit is wel de exit. Merk ik aan het ladenscherm. Loop ik nou de goede kant op? Ik denk het wel. Ja, ik loop zeker de goede kant op. Dacht ik, mevrouw. Dit is een kantine. Hallo, mag ik een krabburger van u? Hi there. Thanks. Sounds reasonable. Echt een donut. I feel better already. Oh, ik had ook echt veel. Okay, great, and thank you. Ik had nog maar 10% leven. I definitely need more. Mm-hmm. That stuff really works. And come again. If you say so. I feel better already. Ik koop gewoon keiveel donuts. Mm-hmm. That stuff really works. Had ik serieus 0% leven meer? Okay, great, and thank you. Sure. I feel better already. Okay, 28 leven, dat gaat wel lukken. Wat verkoopt die man dan? Hallo meneer. I gotta find more of that good stuff. Come again. Okay. Wat geeft hij me dan? Weer een donut? Okay, vooruit. Really works. Verkoop hier alleen maar donuts in die kantine. Daarom lopen allemaal van die dikke mensen rond hier. I'm sorry. I gotta find wat verkoopt u? Stuff. Wat verkoopt u? Niks? Oké. Okay. Wat verkoopt u? That'll work. Thanks. Sounds reasonable. Oh, kijk, eindelijk is een zak met iets eten of zo. Oké, ik koop nog meer. Need more of that. We zijn bijna bij de kerk. Oh shit, ik word beschoten.
We zijn bij de kerk. Our Lady or Instabarus. Oké, wil je weten hoe het afloopt? Kijk in de volgende aflevering naar Postal. Doei doeg!